6 jaar gespeeld. Ik begon in de minis, in de arena stond daar nog. Daar ben ik begonnen. Toen doorgestroomd naar de F'tjes, begon ik in de F2. En toen, dat was selectie volgens mij was dat. Toen in de F1 gekomen, daar heb ik 2 jaar gespeeld. Toen doorgegaan naar de E'tjes, de E1. En toen mocht ik al een jaar vervroegd naar de D'tjes. Toen heb ik hier nog een jaar in de D1 gespeeld. Ik heb ongeveer 6 jaar bij Vitesse gespeeld. En ik ben begonnen daar bij de Kabouters. Tot aan de D1. Als ik terugdenk aan Vitesse, dan komt toch wel het meest bij me op dat ik als kabouter elke zaterdag naar de club toe ging. En dat je dan de tas opentrok en mocht kijken welke club je mocht spelen. Of je AC Milan was, of dat je AZ was, of dat je Ajax was. Dat vond ik altijd wel het leukst. Nou, als ik denk aan hier voetballen, dan schieten mij toch vooral de wedstrijd natuurlijk als eerst binnen. Maar vooral gewoon het gevoel dat je uit school naar huis fietst. Even snel wat eet en drinkt en dan gaat omkleden en gewoon op je fiets stapt met je voetbalschoen al aan. En dan met je vriendjes hier naartoe fietsen, wel lekker trainen, wedstrijden te spelen. Dat hele nostalgische gevoel, dat blijft mij toch wel het meeste bij. Dat het gewoon heel warm was hier altijd en dat je gewoon heel veel plezier aan het maken was, vooral met je vriendje. Ja, dan schieten we er eigenlijk 2 te binnen. De eerste was in de F'tjes, in de F1 als ik het goed heb. Toen werden we hier zo iets verderop werden we kampioen. Speelden we een wedstrijd tegen Dem. En die staan we nog erg bij, omdat ik nog goed weet dat het 9 uur 's ochtends was. Het was ijzig koud. En dat was mijn enige keer ook dat ik kampioen ben geworden bij deze club. Dus die staat me nog heel erg bij. En een andere wedstrijd die me ook nog bij staat is een uitwedstrijd tegen Purmerend. Ook in de E'tjes was dat. Toen konden we ook kampioen worden. Het is toen helaas niet gelukt. Maar die staat me nog heel erg bij, omdat ik toen tegen een teamgenoot, wat nu een teamgenoot van me is, daar speelde hij toen. En hij won die wedstrijd, dus die krijg ik nog regelmatig te horen van hem. Dus dat is wel een klein dompertje, maar het was wel een leuke wedstrijd. Een van de mooiste momenten die ik bij Vitesse heb meegemaakt is toch wel het winnen van het AZ jeugdtoernooi met de E1. En dat we uiteindelijk dan ook nog met de eerste selectie mee het veld op mochten lopen, dat was helemaal mooi. Ik wil Vitesse ook feliciteren met het jubileum. En om nog heel veel jaren veel voetbalplezier voor het dorp Castricum.